een beetje vergelijkbaar met vorig jaar. In ieder geval weer een beetje goed op temperatuur. Dus we kunnen een beetje tegen. Maar vandaag kunnen we weer lekker transpireren. Kinderen die zullen dat zeker doen. Die hebben vandaag al een paar hele leuke voorstellingen erop zitten. Vooral vanmorgen. Dat was echt succes met de kleintjes, met die kleuters. Die waren aan het dansen en springen hier. En wij op het toneel vol enthousiasme. Dus wat dat betreft gaat een hele leuke groep van school af. Een groep die opdracht gaat worden. Een redelijk nieuw gebouw gerenoveerd gaat. De kinderen wensen heel veel succes. De andere kinderen die naar het nieuwe gebouw gaan, naar het Scherpkomrij College. Ik hoor die kinderen, we gaan niet meer naar de middelbare school, we gaan nu naar het college. Dat klinkt toch wel even wat beter. Ja, ik echt ook wel wil naar het college. Toen was het toch gewoon naar yes, maar dat is ook wel goed zo. Maar ik behalve de kinderen die ons gaan verlaten, laten we natuurlijk ook een aantal ouders ons die ook 8 jaar, sommigen nog veel langer van school hebben gezeten. En die hebben allerlei taken verricht, tot het begeleiden van sportteams, MR, voorzitter is er zelf bij, ex-voorzitter dan. Ouders die hebben geholpen met de schoolkrant, met de oversteek. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Die wil ik ook allemaal erg bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Langer wil ik het niet maken, want Johan die heeft na de tijd altijd een hele lange toespraak. En, nou, daar heeft hij natuurlijk ook gestudeerd. Dus dat is veel belangrijker dan mijn draaitje. Ik zou zeggen, een applaus voor de kinderen van de 8 jaar. Maar volgens mij heeft hij het allemaal in de bus opgegeten toen we hier naartoe reden.
Had je niet er beter dan? Jawel, maar ik had alweer honger. Hij heeft een lintworm. Hallo, hoi. Heb je meer met voetballen? Goed. Wat zullen jullie uitdoen? Zij zijn aan het voetballen en wij zijn lekker aan het kletsen. Nu je het zegt, ik moet nodig eens met mijn moeder kletsen. Ik had beloofd om te bellen hoe dit schoolreisje gaat. Maar ik zou ook even. Ik moet even aan mijn moeder vertellen dat ik vandaag thuis kom vanavond. Dat zal helaas niet gaan. Waarom niet? Heb je geen bereik? Ik heb wel bereik, maar mijn batterij is op. Pardon. Misschien kan ik helpen. Kunnen we jouw telefoon nemen? Nee, wij hebben iets veel beter. Wat dan? Toch weer niets uit kunnen voor jullie. Deze keer maakt het echt. Heeft het iets met eten te maken? Nee. Charlotte, hoe lang ga je met deze batterij doen? 48 uur ongeveer. Wat zou ik vinden als deze batterij 3 keer zo meer zou gaan? Dat zou echt schelen. Dan kan ik langer bellen en hoef ik mijn telefoon niet onderdag op te laden. Precies. Daarom hebben wij een opladakker gemaakt die ervoor zorgt dat je telefoon 3 keer zo lang meegaat. En hoe werkt dat dan? Dat wil ik ook nog weten. We hebben een nieuw ontdekt dat stroom minder ruimte inneemt. Zodat het minder ruimte inneemt, kan er meer stroom in zo'n batterij. Daarom gaat de telefoon 5 keer zo mee. Weet je wel zeker dat het werkt? We hebben deze 2 weken geleden opgeladen en dat doet nog steeds. Deze batterij is halverwege. Ga mijn telefoon niet kapot vallen? Die van ons doet het toch ook nog? Oké, ik wil het wel proberen. Wil je voor mij nog even weer opladen? Kan mijn telefoon er ook aan? We hebben 3 snoepjes en theoretisch kunnen het 3 telefoons aan. Alleen dat hebben we nog niet uitgeprobeerd. Dus ik weet niet zeker of het werkt. Oh, hoe lang duurt het ook dan? 2 uur ongeveer. Als jullie allemaal achter elkaar opladen, duurt het wel ongeveer 6 uur. Dat is mij te lang. Ik wil het wel proberen. Ik probeer het ook hoor. Dat kan nu misgaan. Zal ik hem aandoen? Zeg maar aan. Ik snap er niks van. Wacht eens even, hier klopt iets niet.
je batterij nog steeds leeg? Nee, hij is helemaal geladen, maar hij heeft geen bereik. Geen bereik? Hoe kan dat nu? Net als je nog heel goed bereikt. Nee, niet meer, zelfs niet een klein beetje. Staat hier een telefoonmast in de buurt? Telefoonmast? Ik weet niet waar hij over heeft. Volgens mij is er iets raars gebeurd. Wat dan? Ik denk dat we terug in de tijd zijn geraakt. Wat je doet met de telefoon? Ach, kom nou toch. Dat gebeurt alleen in films. Dat soort dingen gebeuren nooit in het echt. Hoe werkt dat nou precies? Jammer, Emma. Heeft het te maken met magnetische velden? Niet direct. Laat even de code wel als je telefoon ermee oplaat. En als je de drie tegelijk doet, dan weet je de drie keer zo sterk in een magnetisch veld. Zie je? Ik heb gelezen dat reizen door de tijd mogelijk zou kunnen zijn met invloeden van magnetische velden. Maar dat kan toch niet? Hoe verklaar je dan dat onze meester misschien helemaal tegen is, zodat maar 100 meter verder op zou moeten zijn? Hoe kan het deze meneer nog nooit van Winterswijk of van Furmat heeft gehoord? Hoe kan het dat jouw telefoon helemaal geen bereik meer heeft? Misschien dat ze vroeger geen telefoonmast hadden. Er is maar één manier om daarachter te komen. Wie is zo koning of koningin? Weet je dat niet? Karel natuurlijk! Karelman is gestorven en Marlijne is Karelmans koning. Karel? Karelman? Ik snap er niks van. Ik ga dit even opzoeken. Wat heb jij nu bij je dan? Mijn geschiedenisboek. Je neemt zijn leerboeken naar mij op schoolreisje. Naar leerboeken heb je niks. Alleen kookboeken zijn handig. Karel werd geboren in 742. Zijn ouders waren Pepijn Vochten en Bertada. Pepijn overleed in 768. Karel en Karelman werden samen koning. In 771 werd Karel alleen koning omdat Karel was stierf. Zijn dat dezelfde vrijheid al heeft? Weet je Karel van zijn achternaam? Achternaam? Wat is dat? Wij noemen hem Karel de Grote. Zie je die wel? Wie waren zijn ouders? Zijn vader was Pepijn de Korte en zijn moeder Bertrada met een grote voet. Ja. Hoe zei u? Bertrada met een grote voet. Schreef u dat? Vroeger hadden mensen geen zijn achternaam. Maar ze schraven elkaar bijna hoe men eruit zag. Gelukkig doen we dat nu niet meer, anders zou Jelmer van Loon de Jelmer met de grote oren eten. Ik moet er weer gaan, ik heb mijn lampen verwerken. Wacht eens even, bent u boer? Ja, Karel de Grotte heeft besloten dat het gewas in het voorjaar geplant worden en het andere in het najaar. Zo raakt de grond niet uit geput. Moet je de koning zo met de lamp op? Goed. Misschien zijn zij hier met een andere schoolreisje en kunnen zij ons helpen. Weet jullie wat Furmond is? Zijn jullie ook op schoolreisje? We hebben het over. Funduur, wat is dat? Ik begin zo langzaam aan te gelopen dat we echt in de middeleeuwen zitten. Zo sta je lekker op een veld een bal te trappen. Dan
ik erg honger. Ja, natuurlijk. Dan gaan we daarheen. Je hebt niks te beleven. Zouden we niet beter hier kunnen blijven? Zo. Als we gaan, vinden we deze plek nooit meer terug. Dat is waar. Ik denk dat we de meeste kans maken om ooit nog terug te komen. Om precies hetzelfde te doen als de eerste keer. We moeten 3 telefoons aansluiten op Jelmer en Emma's apparaat. En hopen dat we dan terugkomen. We hebben het over. Zijt je niet van hier? Het kleed ramen komen uit de toekomst. We leven jaren later dan jullie. En we zijn door ongeluk in deze tijd gekomen. Uit de toekomst? Ja, ik geloof het zelf ook niet helemaal. Oh, maar daar hebben jullie zo'n vreemde kleding. Precies. Onze kleding en anders. Vroeger liepen mensen weer verder. Maar wij hebben nu ook kleding. En tegenwoordig doen men in deze kleren. Gaan jullie weer toch in jullie eigen tijd? Ja. Onze oplader kunnen we toch eerst even opladen. Dus we kunnen nu nog niet. Ik ben hier op het grondrek. Dat geloof ik wel. Kan jullie leiding hier komen? We kunnen het dus nu wel vragen. Mag ik mee? Ik ook mee. Ja, ik ook. Het is meer wat in het. Wie wil er nog mee? Ik wil ook wel mee. Ik vind het maar eng in de bos met allemaal van die vieze beesten. Ik blijf hier hoor. Ik ook. Misschien kunnen we wat te weten komen over deze tijd. Wij blijven hier om te kijken hoe we ons apparaat weer in orde krijgen. Ik blijf ook hier. Straks verdwijnen. Ik vind het maar niks als we hier zitten. Ik geloof het ook nog niet zo. Voor mijn gevoel kan elk moment de camera terug op duiken. En dat zeggen dat we gevangen zijn genomen dan de verborgen camerashow. Ik vind het ook raar. Hoeveel rijden omdat we hier op de grond lagen, veel wat weg was en de missie nergens te bekennen was? Ik weet het ook niet. Hé, kijk, wie zei wat die boer net heeft gezegd? Hoe bedoel je? Om de invloed van camera te groten, werd het tweestaafstelsel uitgevonden. Boeren moesten de grond in 2 verdelen. Het ene deel in het voorbewerken en het andere deel in het nabewerken. Dat kwam omdat de grond uitgeput werd. Dit werd later het driestaafstelsel, waarbij eens op raad heeft liggen. Dat is precies wat de zwerver ook zei. Het was geen zwerver! Zo zag hij er wel uit! Mensen zagen er dus heel anders uit dan wij. Soldaten van de vakken, soldaten, dat zijn wij. Leven!
passen. En iedereen die de zwaard kan passen, houden moet midden over de hartstrijd te verwerken tegen alle opgepapa's. Als wij anders jong waren, had Gods vader meer dan ons tegen. Wij hebben geen wapens bij ons. Ik zie inderdaad geen wapens. Zou het een valstrik zijn? Ik denk dat zij de wapens spreken. Wat komen jullie hier eigenlijk doen? Wij zijn op de weg om soldaten te halen voor het leger van Karel de Grote. Hij heeft binnenkort een veld en heeft nieuwe soldaten nodig. Wij hebben op het kabinet met de oude opgang van de koning. Dat ga je niet zien. Het dient geen nut van echt wat niet te vinden. Wij kunnen wel lezen! Je hebt geen klooster gezeten. Jij hebt in het klooster gezeten, maar we kunnen wel lezen. Yeah.
Staat er? Ik kan het niet lezen. Dit is Teutons. Ik kan geen Teutons lezen. Je had de perkament op de kop. Niet waar. Oh ja, toch. Ongelooflijk. Kom, lees ze. Staat er iets over ons? Iets over ons gift? Koninklijke velk. Koning Karel. Koning der Franken. Op elke mannelijke onderdaan op, die ouder dan 10 jaar is, om ze bij het leger koning Karel toe te voegen. Dus toch! Dan moeten we snel die zakken gaan pakken, Mappie. We kunnen koning Karel niet laten wachten. Staat er nog meer? Wie weet het aan de koninklijke velk gehoorzamen, krijgt het brood. Brood, basisbrood. Wat zegt u nu? Alleen je gaat, krijg ik brood? Dat gaat het niet. Maximilian en staat worden gedood. Oh ja, worden gedood. Ach, wat maakt het mij te groot. Gedood in plaats van brood, dan heb ik geen keus. Hé, hey, zeg maar, heb je ook nog wat drinken voor mij? Hij mag genoeg altijd bij. Ik ben zo vermoeid, ik wil wel even slapen. Kunt u eerst nog even kijken naar zijn zoon's been? Wat is er mee dan? Ze heeft zo'n been, nadat ze is gevallen. Ik zal het even bekijken. Is het ernstig? Ik weet al een oplossing. Laat ik het toch. Wat zoekt u? Ik zoek mijn bakjes met bloedzuiger. Wat? Nee, vrienden, bedankt. Het gaat echt wel een stuk beter, hoor. Zij is gebannen. Ik hoop mijn bloedzuigers aan mijn been. Wanneer ik pijn heb en mijn hoofd en mijn buik of aan mijn tanden, dan doe ik gewoon bloedzuiger op. Maar ineens is de pijn er weg. De meeste pijntjes doen we er dan mee weg. Met of zonder bloedzuigers? Geen bloedzuigers anders? Nee, als u iets anders heeft, laat ik het liever zo. Ik kan dat. Eén ding proberen. En dat is... Het is nog wel... Ik bereis gebruikers al een tijdje. En ik heb er alleen nog wat over gelezen. Wat is het dan? Adem laten. Nee, vriendelijk bedankt. Mijn vorm nu echt wel een stuk beter. Blijft de dokter in het slaaphuis. Ga nog niet. Liever niet. Dan moet je het zelf maar weten. Ik ga even te bellen. Doei. Doei. Dan moet je met snel je zakken verpakken, Mattie. We kunnen gewoon elkaar wel niet laten wachten. Dat is zeker geen goede indruk maken. Dan kun je hier blijven. De vorm van vuil mag je niet weigeren. Vanuit Cordoba vallen de morgens aan. En in het oosten dringen slaven stam ons rijk binnen. In het noorden ligt de Saksen op de loer. Om ons rijk en manier van leven te beschermen, is het dat wij moeten strijden. Wanneer de morgens verslaan, mag je niet meer geloven wat je zelf wilt. Als je dat toch doet, word je zelfs gedood. Dat willen we ook niet. Vals het strijden, ik wou dat bij mijn andere manier was. Maar waar komt u eigenlijk? Nederland. Nederland? Ligt er bij de party, hè? Hoe is het daar? In Nederland is het goed, het is best een rijk land. Je hebt ook veel meer cursus dan hier. Je hebt ook betaald, chips, snoep, en veel om op te doen. Het is er ook veel schoner dan hier. Hier zitten overal van die vieze beesten. Er wonen ook verschillende mensen van over heel de wereld vandaan. Op morgen? Wij noemen ze niet zo.
wil toch ook in Engeland voetballen? Ja, dat weet ik ook. Heen we naar Engeland, kan zo'n spel spelen. Wie past er dan op je boerderij? Dan ben ik geen boer. Dat is wel weer verder. Dat soort ga je naar Amsterdam. Leuk niet, ik kan miljonair worden met voetbal. Ah, en wat is een miljonair? Een miljonair heeft veel geld. Hoe legt het uit? Een miljonair heeft wel een miljoen goudstukken. Zakken vol. Een miljonair kan alles kopen wat hij wil. Dat alles alleen met een telefoonbal te trappen. Wat een vreemde wereld. Inderdaad, een vreemde wereld. Wat je zegt. Maar ja, ik wil later voetballer worden als ik oud ben. Ik weet niet wat ik later wil worden. Wanneer verbal ik jou dan naar het zelf ook goed. Kun je niet onderuit komen dan? Ja, het is goed. Iedereen die weigert, wordt gedood. Heb je wel eens gevochten? Nee, nog nimmer. Ik heb zo dan dat je zwaard gehouden. Als je helemaal geen ervaring hebt, dan wordt het wel heel erg lastig. Je moet iets verzinnen om wat je in de licht te lopen. Oh, oh, wat is dat? Ik heb het verteld voor. We zijn hier gekomen om
nadat ik met Jezus begon, ik kwam een excuses aanbieden. Ik moet naar werk gaan, ik moet mijn lab verwerken. Oh, nog even over uw land. U vertelde dat dit daar een stelsel uitgevonden werd. Nou, ik dacht, als u het land uit in drie deelt, dan kan er eerst een vraag liggen, zo pleeg je erop op je akkers. Dat is een goede idee, jongvrouwen. En als je merkt dat het werkt, vertel het van een keer aan de grote. Misschien wil ook daar over deze vinding. Juist wel dank voor het wijze opmerkingen. Ik ga direct naar mijn land om het uitvoeren. Gegroet. Succes ermee. Doei. 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 Je hebt een advies gegeven wat in de geschiedenis van zoveel vijanden wordt uitgevonden. Ja, ja, hij was een volk. De andere. Zijn akkers heeft. Zullen we opleiding krijgen? Ik kan maar bijna van het jongvrouw Hazendonk gedoe. Ik denk dat ik al begrijp. Van Hazendonk is een van de gouden leiders hier in de kut. Hij is een machtig edelman en een goede vriend van koude grote. Ja, maar hij denkt dat hij mijn vader. Nee, maar dat is niet zo. Maar jij zegt dat we aan van Hazendonk heten. Jullie hebben dezelfde naam, vandaar. Dit is gewoon een grote persoonsverband. Maar wat moet Martin nu doen? Hij gaat gewoon met ons mee, naar onze tijd. Ja, want hij gaat mee naar onze tijd. Het zou zijn leven echt veranderen. Wacht eens even. Wat is er? Muziek. Wat moet Martin doen? Waar moet Martin nu naartoe? We willen hem maar helpen.
afgesproken. Dus ze spraken over een open plek in het land. Ja, maar er zijn toch wel meer plekken in het bos. Misschien wacht ergens anders dat jullie. Dat zou kunnen. Jullie weten werkelijk niet waar hij is? Echt niet. Ik weet het niet, maar volgens mij voelt iets in de schuld. Zou ik niet durven. Ik vertrouw het ook niet. Wanneer de achterkant dat je niet op mij spreekt, bezwijgen we ook. Kom aan, we gaan zoeken naar Jan. We hebben nog meer.
is een vraag voor mijn vader. Eenmaal van Hazeldorp, een goede vriend van Karel de Grote. Hij vraagt of Mattie tot schildknaap benoemd moet worden en een opleiding aan het hof mag nemen. En ze doet avondeel in de opleiding wordt opgenomen. Het spijt me zo, mevrouw van Hazeldorp, dat wij dachten dat u en uw gevolgen straks waren. Dat geeft niet. Maar waar de pijpermens goed is ook dat Mattie niks overkomt. Hij mag aan het hof komen wonen en hij heeft me eens een gift gegeven. Oh nee, we komen nooit meer terug. Nou, dan moeten we voor altijd hier blijven.